Dames en heren, goedemiddag. Goedemiddag. Dat is een beetje duister. Absoluut. We hebben vandaag een heel mooi concert weer samengesteld. Dus ik dacht dat het met spannend voor. En we hebben een drietal zeer mooie, leuke, jonge talenten, solisten. Die zal ik even allemaal niet voorstellen. En we beginnen met een werk, The Message. En die hebben we opgedeeld in drie delen. Is er meer tussen hemel en aarde en de mens gaat op zoek? Het eerste deel is Heaven Speaks. Junior Song Festival. Met mijn eigen liedje Kinderen van de Zon. En ik heb daar in de finale gestaan, dus dat was wel een hoogtepunt. Dus niet niks wat hier zit of staat. Hey, en musical, ook dansen, bewegen, ja, hoort er ook bij. Gaan we dat niet doen. Jij gaat voor ons zingen, Ave Maria. Ja. Gezongen wordt door Beyoncé. Ja. Oké, met geld samen. Succes. She was loved in so many
vervolg met het tweede deel van The Message, The Battle, op zoek naar macht. Ben ik wel jaloers op je schoenen.
Ongelooflijk. Ja. Ik heb ooit gedacht, zou ik ook zo'n baan aantrekken? Ik heb het nooit gedurfd, maar ik vind het wel sterk. Hey, dankjewel. Je ziet de setting, de manier waarop is even anders als te doen gebruikelijk en daar is absoluut ook voor gekozen. De zaal is wat groot, u bent dat is fantastisch en we proberen toch een klein beetje een soort huiskamer sfeer te kweken, waardoor iedereen, u en wij en ook de solisten zich bijzonder prettig voelen. Dit is het begin van, wie weet kunnen we het uitbouwen en hebben de volgende keer de hele brik over. Voor, het is tenslotte voor niks. Muziceren is in eerste instantie iets wat je met heel veel plezier doet voor jezelf. Zo'n club ook, zo achter me. Heb je dat plezier niet op een repetitie en met concerten als ze nou druk bezet zijn, of ze klein zijn, of ze groot zijn. Dan kun je het wel vergeten. Dus wij gaan daar gewoon lekker mee door. We blijven zingen. Derde deel van de message. Utopia. Heel duidelijk de wens naar vrede. Namelijk familie, een nijfamilie.
Echt hoor. Ja, maar heel. Ik weet niet of het gekomen is, maar dat is echt waar. Iva speelt een instrument wat geen gemakkelijk instrument is, Iva. En wat ik heel mooi vind, en dat is goed mee vanmorgen te binnen. Het past een klein beetje bij die figuur. Ga eens even staan. Kijk. Waarom zeg ik dat? We hebben eens ooit gehad. Gerard ga ik wel eens even staan als je wil. Gerard, ja. En als je Gerard noemt, Gerard had een prachtige grote vleugel. Ja. Maar waarom? Ik moet ook even gaan staan. Moet ik even gaan staan. Ik heb die andere kwaliteit nodig. Wat ik het vergelijk is, van Gerard ook wel eens achter de plaatselijke piano die ze hier hebben. En dat is een heel klein ding en dat ziet er niet uit in Gerard. Dus de verhoudingen kloppen, Iva. Jij speelt trombone als hobby. Zou je het zo doen? Ja, dat klopt. En hoe begonnen? Eerst een blokfluitje gehaald op de basisschool. En dan hoor je er een beetje in. En dan mag je instrument kiezen en probeer je dat uit. En dan doet er je wat. En dan trombone is toch wel leuk in een bepaald gebied. Het is wel een beetje macho instrument. Ja. Mooi gelijk. Het ligt aan hoe laat het de avond is. Oh, ja. Okay. Maar je speelt ook natuurlijk als je zo'n instrument komt, maar je bent toch in een orkest terecht of vervaren of dan niet. Dat doe je ook? Ja, ik zit bij de vervaren, ja. Ik ben vervaren sinds 4 jaar. Ja. En de big band heb je iets gehoord? De big band. Is dat lekker spul? Ja, de jazz. Oké, en je gaat nou studeren in Tilburg. Geen muziek, maar? Global law. Global law. Maar ik heb al begrepen, je hebt daar al een big band gevonden geloof ik, je bent op zoek. Nog meer huizen, dus je houdt het wel vast. Gaat wel. Goed. Jij gaat voor ons spelen, moet ik even spieken? Ja, hier is hij. Berceuse de Jocelyn. Oké? Succes. Oké. Thank you.
Oh,
maak een kleine pauze en zie ik graag terug voor het vervolg van dit concert. Dankjewel, tot straks. Dames en heren, wij vervolgen het programma en we hebben na de pauze steeds een blok van 3 eigenlijk. Dat is een werk met koor en de betreffende solist of soliste. En een solowerk of een sololied en een koorlied. En we starten met Safle as I Leave You en dat doen we het samen met Mirthe.
weer terug met een mooie solo, Desperado van Linda Ronstadt. Ja. Lord, I say, I'm a farmer.
mocht je zien wat voor mogelijkheden een instrument heeft en een componist daar de bespreker het zo moeilijk maakt als hij maar kan. Wel. Goed, wij vervolgen met het laatste blokje en we gaan weer samenwerken met Enzo. Die ga even zitten dan. Ladies in Lavender. Dat is Nina Enzo. Thank you.
dit wordt helemaal uit het hoofd, en zoals de Engelsen zeggen, by heart. Ik hoop dat u, net als wij, een leuke dag heeft. Volgende werk is, de song is, Have a Nice Day. Thank you.
Middag, het begin van iets moois. Ik denk als u in ieder zoals het er zit, volgende keer 2 tot 3 mensen meeneemt. Zeg het voort. Tot de volgende keer, dankjewel. Mocht het weer doen. Hè. Mooi toch? Hey, Richard van der Heijden. Pieter Sacha. Volgende keer. Hè. Hey, goed te zijn. Goed te zien. Oh, ja.